Het aantal COVID-besmettingen in de wereld vertoont een verontrustende toename. In Suriname is het ook niet anders. Het ministerie van Volksgezondheid roept de samenleving daarom op tot alertheid. Om de situatie beheersbaar te houden is aangeraden dat burgers een boosterprik halen. De gezondheidsautoriteiten spraken tijdens een persbriefing op dinsdag 10 januari. Wij weten dat er een enorme outbreak van COVID in China blijkt te zijn. Dat heeft allerlei redenen waar we niet per se op in moeten gaan. Het enige is, wat ik wilde noemen, is dat gebleken is dat de vaccinatiegraad in China bijna vergelijkbaar laag is als in Suriname, namelijk onder de 50%. In landen waar de vaccinatiegraad 85-90% is, daar zien we aanzienlijk minder ziekenhuisopnames en zeker ook aanzienlijk minder IC-opnames en minder sterfte. Dus wij moeten ons realiseren dat het belangrijkste wapen dat we hebben tegen COVID, dat wij dat tot nu toe onvoldoende hebben benut. Belangrijk is, zoals dokter Vrede net zei, de vaccinatiedekking in de gemeenschap, in de samenleving, moet wel verbeterd worden. En het ministerie van Volksgezondheid heeft genoeg vaccins ter beschikking. Bij het BOG, we hebben genoeg vaccins om mensen te beschermen. Zowel de booster shots als de eerste vaccinaties. Dat zijn belangrijke interventies die op dit moment gepleegd moeten worden. Om zoveel als mogelijk gevrijwaard te zijn van de complicaties van een infectie. We hebben altijd gezegd, een vaccin of het vaccineren zal niet het aantal besmettingen tegengaan, maar wel de complicaties en ernstige ziekte zoveel als mogelijk kunnen voorkomen. We roepen allemaal natuurlijk om vrijheid, om zoveel mogelijk besmettingen te hebben in het land. Maar we moeten toch wel even kijken, wat doen we zelf? En daar wil ik de nadruk op leggen. Wanneer we nu naar de winkels gaan, wanneer we nu naar een restaurant gaan, wanneer we nu ergens gaan naar een samenkomst, dan merk je eigenlijk ook dat het leven vrijwel genormaliseerd is. De adviezen met betrekking tot een sanitizer, de adviezen met betrekking tot een mondmuskap, die worden in grote mate wel zo genegeerd. Dat geeft natuurlijk weer ergens een risico. En dat is belangrijk dat we dat wel gaan beseffen. Dat zolang de vaccinatiegraad in het land laag is, dat we nog steeds kunnen zeggen dat er een golf van besmettingen kan ontstaan. En als ik het goed heb, dokter Vrede, corrigeert u mij. Omicron is de laatste variant. Er is geen nieuwe variant dan de subvarianten binnen Omicron. En die zijn natuurlijk nu onder investigation. Er wordt continu geëvalueerd. En de nieuwe subvarianten binnen Omicron, die tonen niet dat mensen veel zieker worden dan Omicron zelf. Behalve dat ze wel besmettelijkere varianten zijn. Dat is de update. En niet het verhaal over een nieuwe variant. We benadrukken nog steeds Mohana. We benadrukken nog steeds het vaccineren. We benadrukken nog steeds het testen. Want we moeten blij zijn dat er nog geen nieuwe variant is die je ook ergens ziek maakt dan Omicron. Want dat zal weer gaan betekenen dat je inderdaad moet gaan opscalen aan COVID-zorg. Dat je je infrastructuur weer ready in place moet hebben. En dat is ook de oproep van de WHO en de PAHO dat alle landen uiteraard moeten gaan monitoren, surveilleren en kijken hoe die ontwikkeling is. Belangrijk is, we zien heel veel griepgevallen. Ik ben nog zelf herstellende van de griep. Maar ik wil wel oproepen, we hebben genoeg testen in het land. We hebben genoeg vaccins in het land. Maak er gebruik van en neem geen risico's. Want er overlijden nog steeds mensen. Het is wel belangrijk om zoveel mogelijk in contact te zijn met uw huisarts. Het is belangrijk om in contact te zijn met deskundigen, medische deskundigen, zodat u geadviseerd kunt worden. Het BOG, dat is onze centrale plek waar we testen en vaccineren. Dat kan altijd gebeuren. Ook via de huisarts kan getest worden. Maar het is belangrijk dat we dit benadrukken. Het vaccin is veilig. Gaat u zoveel mogelijk uw booster halen. Als u langer dan 4 maanden terug uw booster hebt gehad, gaat u dat halen.